Alhamdulillah, nu ik aan het praktiseren ben en begonnen ben, voor mij is doen echt niks meer. Gewoon letterlijk niks meer. Dus... En wallahi, toen hij dat tegen mij zei, dacht ik, wallah, waar ben ik mee bezig? Wat doe ik? Zijn we motiveren? Toen stond ik op en dan normaal in Nederland, of wat, dan komt die verdediger naar je toe, geeft die hand van sorry of wat dan ook. Maar daar keek hij mij nog boos aan van, wat doe je? Wat wil je? Ramadan. Assalamu alaikum, welkom bij een nieuwe aflevering met Iftar Met. En als ik vanaf rechts ga beginnen, hebben we natuurlijk Oestad Ayoub, wederom Bahri. We hebben Ayoub, dus we hebben Oestad Ayoub en gewoon Ayoub. Ayoub die bij ons hello. Achter de schermen werkt, mashallah. Hello, en we hebben natuurlijk een andere gast meegenomen naast mij. En dat is Zakaria Abu Ghalal. Misschien kennen jullie hem van het Marokkaanse elftal of bijvoorbeeld van AZ. En als het goed is, was je vroeger ook een PSV-speler geweest, hè? En hoe oud ben je? 22, hè? 22, ja. Ik heb mijn huiswerk gedaan, zoals jullie kunnen zien. heb ik gelijk een vraagje aan jou. Hoe was jouw jeugd? Ik ben geboren in Rotterdam. We zijn na 3 jaar verhuisd naar Marokko. Heb ik gewoond in Casablanca. Voor bijna 4 jaar. Toen was ik nog niet begonnen met voetballen. Ik heb daar op school gezeten. Toen zijn we teruggekeerd naar Nederland. Ik heb 1 broer, 2 zusjes. Toen zijn we teruggekeerd naar Gorinchem. En toen ben ik meteen begonnen met voetballen eigenlijk. Hoezo waren jullie terug naar Marokko gegaan op 3-jarige leeftijd voor jou? Dat was een keuze van mijn vader. Er zaten meerdere dingen achter. Onder andere ook de taal, de omgeving, het islamitische meekrijgen. Dus dat was een van de redenen. En uiteindelijk na een paar jaar zijn jullie weer teruggekomen. Wat was daar de reden van? Dus je bent in Marokko geweest. Een paar jaar dag, je vader opeens van, ik ga weer terug. Dat had ook te maken met de werk, volgens mij. Oh, okay. Dat we terug waren gekomen. Dat had volgens mij vooral te maken met de werk. Toen begon jouw voetbalcarrière, toch? Ja, ik wil altijd al voetballen. Alleen in Marokko heb ik dat niet gedaan. Waarom weet ik niet. Mijn vader wou het liever niet. En toen had me wel beloofd, als we terugkomen, mag ik meteen beginnen. Dus toen we terugkwamen, was ik meteen begonnen eigenlijk. Bij een amateurclub in Gorinchem, Unitas. En heb ik eigenlijk 1 jaar of 2 gespeeld. Toen werd ik meteen gescout door destijds Willem II RKC. En meteen aangenomen. 9 jaar bij Willem II gevoetbald. Toen een transfer gemaakt naar PSV. Daar heb ik 2 jaar gezeten. En toen AZ. Dat is mijn 3e jaar nu. Sterk man. En Loonbeck, ik denk dat het wel een goede kamp gaat nu, toch? Alhamdulillah, gaat zeker goed, ja. Want jouw moeder was Marokkaanse sprinter kampioen, toch? Klopt, mijn moeder... was Marokkaanse sprinter in Marokko, ze was kampioen. Hmm. En op een gegeven moment, wanneer het huwelijk komt, is ze gestopt. Maar heeft ze jou dan ook meer gepusht of zo, richting voetbal of sport in ieder geval? Toen jullie in Marokko bijvoorbeeld waren, want dat je gelijk bent begonnen of hoe zat zij daarin? Nee, ik ben nooit gepusht. Ik was altijd fan. Hmm. Echt voetbalfan. Mijn vader keek alle wedstrijden altijd. En vanuit daaruit eigenlijk, ik had altijd dat vertrouwen in mezelf. Subhanallah, sinds kleins af aan. Daarom, toen ik terugkwam, wou ik meteen beginnen. En ik had al het gevoel dat het wel iets zou gaan worden. Toen was er nog geen druk op. Mijn vader bracht me gewoon. Maar toen het wat serieuzer begon te worden, toen zat mijn vader er heel kort op, ja. Okay. Maar wel in een motiverende zin, zeg maar. Zeker, dat je door moet gaan. Ja, zeker. Yeah. Alleen je vader of ook je moeder, zeg maar dan? Moeder ook, tuurlijk. Mijn moeder heeft natuurlijk veel verstand van topsport. Dus ja. dat is ook fijn. Zij kookt natuurlijk en zo, dus... Ze weet wat je moet eten. Sterk, maar ze hebben gewoon ook koken voor je, alles gewoon... Ja, tuurlijk, zeker. Ja. Op het gebied van gezonde lifestyle. Ja, zeker. Mijn werk, sterk man. Als we het hebben sowieso over jou, een beetje jouw carrière algemeen. Je bent al ver gekomen, Loonberg. Hoe vind jij nu die balans tussen dien en doen, betreft je carrière? Dus je hebt eigenlijk, heb je alles al? Je hebt bijvoorbeeld bij AZ, je bent bekend. Hoe vind je die balans nu? Ik moet zeggen, alhamdulillah, ik ben altijd zeg maar down to earth. Ik besef eigenlijk vaak niet dat mensen me herkennen of wat dan ook. Het is voor mij, ik blijf het raar vinden. Ja? Ja. Dan, alhamdulillah, nu ik aan het praktiseren ben en begonnen ben, voor mij is doen echt niks meer. Gewoon letterlijk niks meer. Dus gewoon niks? Het kan, ja, het... Gewoon niks aan nada gewoon? Niks. Niks, alhamdulillah. En is dat gekomen door de afgelopen 6 maanden? Zeker. Elke dag weer meer. Ik bedoel,
kijk, tuurlijk, ik wil zoveel mogelijk goede dingen doen. Yeah. En ik wil een grote voetballer worden. Ik heb heel veel doelen en dromen. Maar uiteindelijk alles gebaseerd op het hiernamaals. Sterk. Dus, en inshallah blijf ik daar standvastig in. Kan je ons meenemen naar dat moment? Je eerste interland. Of dat je opgeroepen werd. Dat je opgeroepen werd, dat je mocht spelen. Hoe voelde dat? Kijk, toen ik opgeroepen, van tevoren hoor je dat eigenlijk al. Van hé, we gaan je selecteren. Maar je wilt niet geloven, je wilt echt die selectie zien. En dan pas, geloof je het. Ja. Alhamdulillah, toen was dat gebeurd. Toen was ik voor het eerst keer daar. En natuurlijk, ja, weet je, een ultieme droom is tijdens je debuut scoren. En subhanallah, mijn eerste wedstrijd zat ik op de bank. Hakimi raakte geblesseerd. Hij stond links buiten. En toen moest ik nog met een paar andere jongens warm lopen. Maar die andere jongens zaten er al jaren bij. En ik dacht, weet je, ik loop voor niks warm nu. Ja, lekker wel, ja. En toen op een gegeven moment riep hij mij als eerst. Eigenlijk vroeg in de tweede helft. Van kom, je komt erin. Toen was ik in shock. Dacht, ja, toen was het, hè? Ja, en subhanallah, na 3 minuten scoorde ik al. Ja. Dus, Kijk, op dat moment zelf, natuurlijk onbeschrijfelijk. Maar aan de andere kant, ik besefte het niet. Pas toen ik eigenlijk door Instagram besefte ik het pas, eerlijk gezegd. Hmm. En mijn familie. En okay. Toen ik terugkwam en mijn telefoon pakte, het was niet normaal. Het ontplofte gewoon. Toen dacht ik van, wacht even, ik heb volgens mij echt gescoord, zeg maar, voor iedereen. Kijk, weet je, 40 miljoen Marokkanen. En bijna iedereen volgt het voetbal daar. Maar het is echt iets groots. Is daardoor, zeg maar, je Instagram, heeft dat ervoor gezorgd dat je een boost hebt gekregen naar 4 ton? Of zo? Ja, 100%. Voordat ik volgens mij de 1,5 jaar geleden, de eerste keer was Marokkaanse elftal, volgens mij had ik toen 26.000 volgers of zo. Spannend. Het is echt. Marokko heeft het echt goed gedaan. Maar, Oké, uiteindelijk heb je dus die wedstrijd gehad. Voor mij is meer de vraag ook van: kijk, je speelt bijvoorbeeld bij AZ en dan speel je daar voor een hele lange tijd. Je bent gewoon gehecht aan elkaar. Hoe zit dat dan opeens dat je bij een elftal moet gaan spelen? Misschien is dat totaal anders voetballen. Dat aanpassen, wennen, lukt dat allemaal wel of niet? Hoe moet ik dat zeg maar voorzien? Ja, je bent benieuwd zeg maar ook hoe de spelers zijn. Want zijn ze arrogant, zijn ze grote spelers heb je ertussen lopen. Ja. Maar spelen bij Marokkaans elftal, iedereen was meteen relaxed. Neemt je goed mee. Ja. Niveau is goed. En natuurlijk moet je even wennen aan de speelstijl. Afrika is een andere speelstijl dan in Europa. Kan je het verschil een beetje benoemen? Het grootste verschil was eigenlijk, Afrika Cup merkte ik het echt, zeg maar. Andere wedstrijden wonnen we alles wel best makkelijk. Heb je? De voorbereiding naar Afrika Cup en kwalificatie voor WK. Maar Afrika Cup begonnen we tegen Ghana. Toen mocht ik meteen in de basis starten. Toen stond ik tegen twee best wel sterke verdedigers. Fysiek. Ja, en toen. Ik was echt blij dat ik mocht starten, weet je. En na 20 minuten kreeg ik, of misschien korter, kreeg ik een bal tussen mij en die speler in. En ik ging erin en hij ging erin. En hij raakte mijn knie zo hard dat ik dacht van, ik dacht oké, dit is het einde weer, ik ga weer naar huis. Ik heb 20 minuten meegemaakt in Afrika Cup. En ik ga weer terug. En toen, dan denk je van, ja, ik kan niet stoppen, dit, dat. Op een gegeven moment stond ik op en dan, normaal in Nederland, of wat, dan komt die verdediger naar je toe, geeft die hand van sorry of wat dan ook. Maar daar kijkt hij mij nog boos aan van, wat doe je? Wat wil je? En toen dacht ik van, dat is ook mijn speels. Ik hou van zulke, ja? Van zo'n gevoel. Ja. Toen op dat moment dacht ik van, oké, dit is, en van dat moment ging het wel goed, alhamdulillah. Hoe ziet jouw schema überhaupt eruit? Tijdens Ramadan, bij Fajr beginnen we. Dan doe ik mijn gebed. Dan post ik een da'wa. Ga ik weer verder slapen. Tot en met 9:15. Ik moet om 9:30 op de club zijn. Okay. Dan is de rest eigenlijk aan het ontbijten. Het team. Alleen dan ik en een paar jongens die mogen dan beneden blijven. Dan hebben we om 11:00 veldtraining. Het duurt meestal 1,5 uur tot 2 uurtjes. Dan is er een lunch. We hoeven daar niet bij te zijn. Is het geval dat we maar 1 keer trainen, dan mag ik al naar huis. Is het geval dat we 2 keer trainen, dat betekent dat we nog een krachttraining hebben. Dan hebben we daarna nog een krachttraining. Alleen omdat AZ echt meedenkt met ons en meewerkt met de moslims, mag ik die krachttraining voor de eerste training al doen. Dus voordat we om 11:00 naar buiten gaan, heb ik mijn krachttraining al gedaan. Waardoor ik om 1:00, 2:00
al weg mag. Okay, om een dutje te doen of wat dan ook. Of met de islam bezig te zijn. En wat ga je dan doen daarna? Ik kom eigenlijk meteen hier naartoe. Oké, subhanallah. Dan ben je de hele dag hier in principe. Ja. Je doet ook de iftar hier, neem ik aan dan? Ja. Ja? Oh, mashallah. Hoe voel jij je nu tijdens Ramadan trainingen en zo? Merk je veel verschil of is het minimaal? Nee, niet eens minimaal. Ik voel me beter eigenlijk. Altijd, elke Ramadan voel ik me beter. Ik heb alhamdulillah nooit last van. Natuurlijk als het echt warm is. Het enige waar je last van hebt is dorst. Natuurlijk. Maar ik moet zeggen, met trainingen en wedstrijden, alhamdulillah, het niveau blijft gewoon goed. En ik krijg meer kracht eigenlijk. Nog meer energie. Ja. Het had over AZ, dat je daar zeg maar, je wilt al vechten voor je basisplek. Dat je doel hier is. Maar heb je daar doelen naast van bijvoorbeeld een grote competitie, bijvoorbeeld Premier League, Bundesliga, La Liga of zo? Of waar hoop jij jezelf te zien? Zeker. Premier League is natuurlijk voor mij de grootste competitie. Daar zou ik echt graag willen spelen. Maar je hebt La Liga bijvoorbeeld in Spanje, Bundesliga, Duitsland, Italië heb je, Frankrijk. Dat zijn ook allemaal echt mooie competities waar ik zou willen spelen. En wat ik uiteindelijk, Subhanallah, wat ik mooi vind, is dat jij, dus je hebt je doorbraak gemaakt bij AZ. Je hebt tonnen volgers, heel veel jongens zouden in jouw schoenen willen staan. Maar wat ik heel mooi vind, is dat jij uiteindelijk ook jouw dien laat zien aan de buitenwereld. Dus je identiteit, dat je islamitisch bent. Hoe vind jij die balans? Kijk, in het begin deed ik dat niet eigenlijk. Ik kwam wel altijd uit als, voor, zeg maar, dat ik een moslim ben. Alleen, ik wist niet hoe het te laten zien. Oké. Okay. En... ja, ik was er ook niet heel veel mee bezig om het te laten zien of wat dan ook. Weet je, ik ben een moslim en ik bid 5 keer en dat was het eigenlijk. Maar vanuit huis uit kregen we altijd, hebben we alles meegekregen eigenlijk van mijn vader en moeder. Dus het geloof zat wel diep in mijn hart en sterk vanuit huis uit. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat ik ben uit huis gegaan vanwege het voetbal. En dan kan je 2 kanten op. Kan je de kant op van... feest, uitgaan, straat of wat dan ook. Of je kan de kant op van hoe je bent opgevoed door je ouders. En alhamdulillah, dat zat bij mij wel sterk erin. Waardoor ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt om echt de islam te gaan volgen. Sterk man. En uiteindelijk wat ik van de vorige keer, toen ik jou sprak, begreep. Bij jou is ongeveer bij december volgens mij begonnen met praktiseren. Ja. Wat was voor jou de trick waarvan je dacht van oké, nu moet ik gewoon focus op dien? Alhamdulillah, ik bad altijd al. Alleen... ik bedoel, islam is meer dan... alleen bidden is nummer 1 natuurlijk, maar er komt veel meer bij kijken. Op een gegeven moment, wat ik zei, ik woon met mezelf in Amsterdam. En daar is natuurlijk veel verleiding. Ik merkte aan mezelf dat... als het goed ging, bijvoorbeeld met voetbal. Ik neem nu een voetbal als voorbeeld, omdat dat voornamelijk is wat ik doe. Dan was ik blij en met iedereen goed. En iedereen kon met me praten, lachen en wat dan ook. Maar als het wat minder ging, dan zond ik mezelf af van iedereen. Ik had geen zin met iemand te praten. Dus ik had geen basis. Mijn basis was dus voetbal. Dus buiten het gebed om. Als het goed ging, oké, leuk. Als het minder ging, was ik boos en wat dan ook. Ik ben gewoon begonnen met lezingen. Veel lezingen kijken. En op die manier ben ik eigenlijk begonnen met praktiseren, man. En wil je ons misschien ook meenemen? Of je mag het natuurlijk zelf weten. Dat persoonlijke stukje van, wat heeft jou precies geraakt? Ik kwam op een gegeven moment een lezing tegen van, of een interview tegen van Salahuddin met Murad van Stichting Najiba over de dood. Ja. En ik dacht er wel eens aan de dood, maar je wilt er niet stil bij staan. Ja, tuurlijk, je wilt het niet. Ja, man. Omdat je weet dat het is de waarheid, maar op dat moment ben je misschien anders bezig dan de realiteit. Dus toen ik dat filmpje zag, dat is eigenlijk. Na dat filmpje ben ik eigenlijk begonnen. Dat filmpje was voor mij de aanleiding om, ik werd wakker geschud, soort van. Ja man. En uiteindelijk ben je begonnen met praktiseren, een beetje zelfonderzoek doen, lezingen. Uiteindelijk ben je bij een stichting terechtgekomen, als ik goed heb. En na die stichting ben je terechtgekomen bij onze grote vriend... Ayoub. Ja. Hoe was dat gegaan? Kan je dat een beetje kort vertellen met elkaar? Ja, tegelijkertijd eigenlijk. Ik was bezig met Arabisch leren, om Koran te leren lezen. En op een gegeven moment... ik wou een vaste moskee hebben in Amsterdam, waar ik altijd naartoe zou kunnen. Dus ik vroeg een broeder van me, welke moskee raad je me aan in Amsterdam? Die broeder komt uit Amsterdam ook. En hij zei tegen me, deze heb je in de buurt, maar de blauwe moskee is top. Qua imam, qua lezingen, qua compleet, zeg maar. Dus op een gegeven moment, eigenlijk de eerste beste vrijdag, ben ik gekomen. Khutba en dan vrijdag sabbat.
En toen zat Ayoub op de vreegstoel. En hij raakte mij echt enorm. En ik keek hem aan en ik had eigenlijk het gevoel van... was ik dat maar? Ik was een beetje jaloers op hem. Schande. En ja, toen eigenlijk na het gebed zat ik nog even. En toen liep hij naar mij toe en hij groette mij. En toen, ik was gechoqueerd eigenlijk. Ik zei, ken je mij? omdat, ik was echt in shock omdat ik zeg maar op dat moment zelf dacht van mashallah, dit is eigenlijk misschien wel een van de betere dingen wat je kan doen. 100%. En uiteindelijk de ayah die, of een ayah die jou aansprak toch? Of de preekschool? Welke, ja. Wat ging je prediken op die dag? Het ging over een welbekende ayah, ook een hele mooie ayah. Dus de ayah van Alam ya'ni lil-ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min al-haq. Of Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier tegen de gelovigen van wanneer is het tijd aangebroken dat je terugkeert naar mij. Subhanallah. En daar ging de preek over. En ik moet heel eerlijk zijn, toen ik Zakaria zag in de zaal, en die zien natuurlijk niet. Hij had natuurlijk niet te missen met die boshaar. Hij had recht voor me, subhanallah. En Allah, ik zei het ook tegen hem, toen ik hem zag, het motiveerde mij, subhanallah. Okay. Ik dacht van, kijk, alhamdulillah, die jongeren komen naar ons toe. Ja. En dat motiveerde mij om de preek... Maar herken je hem wel als voetballer? Ja, gelijk. Je weet waar elkaar Afrika kunnen zijn geweest. Zakaria Allah Berk heeft gescoord. Ja, Allah Berk. We hebben ons heel kapot geschreven. Dus of ik hem ken, zeker. Dus ik ging ook naar hem toe en ik zei tegen hem, salam alaikum Zakaria. Dus als ik hem allang kende, dan zei hij van, ken je mij? Wou je ook klik de shirt of? Ja, tuurlijk. Bro. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk dus, jullie kwamen elkaar tegen. En toen, hoe ging het verder dan het proces? Toen eigenlijk volgens mij, dezelfde dag of de volgende dag, was ik weer gekomen. Ja. Bij het Maghrib gebed of Isha gebed. Ja. En toen ben ik mee naar boven gekomen. En toen hebben we even urenlang gesproken. Over? Over mijn situatie, over waar ik... over heel veel dingen eigenlijk. En daar ook uitgesproken dat ik met de Koran wil beginnen. Oh, sterk man. Dus toen hebben we eigenlijk gelijk afspraak gemaakt. En sinds die dag heb ik denk ik geen dag gemist hier. Allah, mijn werk man. Mooi voorbeeld sowieso. Hoe reageert zeg maar social media op jou? Want ik weet natuurlijk, er zijn positieve en negatieve berichten. Maar hoe zit dat precies in elkaar? Ik ben daar echt benieuwd naar. Kijk, ik moet zeggen, ik heb voornamelijk echt positieve berichten. En eigenlijk moet ik teruggaan naar hoe ik hiermee ben begonnen. Ja. Ik ben hiermee begonnen op een gegeven moment toen ik begon met praktiseren. Vroeg ik mezelf af, wat is social media nou eigenlijk? Haram, mag het, wat mag wel, mag niet? En toen kwam ik uit bij jullie eigenlijk. Bij een podcast van jullie. Ah, van alles. En dat was met een imam. Welke imam? Op dat moment had ik het even niet door. Dus op een gegeven moment, welke imam daar zat, begon te vertellen over, het is eigenlijk een zegening als je heel veel volgers hebt. Maar het ligt eraan wat je ermee doet. Weet je, doe je daar maar mee, laat je zien wat je moet doen en wat niet. Dan heeft dat heel veel beloningen. Ja, als je het voor het goede gebruikt. Ja, als je het daar gebruikt. Dus op een gegeven moment heb ik dat meteen overgenomen. En ik voelde dan meteen iets bij, omdat ik altijd al de islam wou laten zien. Alleen, ik wist niet hoe en wat. Op een gegeven moment ben ik meteen begonnen eigenlijk. En toen ik hier kwam bij de Blauwe Moskee, bij Sheikh Ayoub. Toen zei hij tegen mij van, wel goed bezig met wat je doet op Instagram en die dingen. En hoe kom je daarop? Toen vertelde ik hem, ik had een podcast gezien van de Minuut voor Allah. En daar zat iemand, hij zegt mij, wat? Ik zei, ken je dat wel, Minuut voor Allah? Want ik wist niet dat hij het was. Ja. Op een gegeven moment zei ik, wacht, ik ga je laten zien. En toen pakte ik de telefoon en ik keek zo naar hem en ik dacht, ben jij? Ja, subhanallah. Dus, maar de reacties daarop, ik krijg hem echt veel positieve berichten. Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik besef niet wat het met de mensen doet. Ik hoop dat het heel veel met de mensen doet. Mm-hmm. Maar ik besef het niet. Ik besef het niet. En Ayoub probeert me vaak te vertellen van dat het echt veel met de mensen doet. Ja, spannend. Natuurlijk krijg je ook negatieve berichten. Ja. En mensen die denken dat je misschien wat doorgedraaid bent of wat dan ook. Ja, ja. Of radicaal. Ja. Terwijl dat is totaal niet het geval.
Wat ik zo leuk aan jou vind, algemeen. Ola, ik ben zelf ook wel vaak vroeg wakker, 4, 5 uur. Kijk, social media zie ik op Zakria staan zo. Ik druk een verhaal. Ik denk, die arrestatie al. Vier nacht die arrestatie. Maar Ola, je hebt één foto, heb mijn hart veroverd. Dat is die foto met Koran lezen. Ik dacht van ja, man, dat is echt. Gelijk mijn dag is gewoon goed begonnen. Snap je? Alhamdulillah. En een hamer. Hè? Oh ja, man. Hamer, je bent er maar. Ja, man. Maar 100% hoor. Best wel wakker. Best wel wakker. Slaan, broeder. Ja, maar wat, je wordt, is dat altijd gewoon ook bij de Ramadan om? Word je gewoon vroeg wakker? Is dat het? Of, want ik begrijp het even niet. Ik. Met Fajr eigenlijk. Ja. Fajr, Dawa, klaar. Dat is voor mij eigenlijk het moment nadat ik mijn gebeden heb gedaan. Mm-hmm. Als ik weer in bed lig. Dan wil ik Dawa doen. Dat is gewoon iets wat ik kan het niet meer loslaten. Ja. En waarom per se? Wat is de reden achter? Omdat vanaf Fajr is het moment toch dat de meeste zegeningen volgens onze profeet sallallahu alaihi wasallam. Klopt. Ja. Dus dat is een van de redenen, maar ook eigenlijk ging dat vanzelf. Ik wist dat op dat moment nog niet eens eigenlijk. Vallen. Maar voor mij het gevoel was gewoon, oké, dit is het moment om mensen aan te spreken. Mm. Voor als mensen misschien wakker worden pas om 10 uur of 11 uur, dat ze zien, hey, tijdens Fajr is dit geplaatst. Misschien dat ze daardoor voortaan wel tijdens Fajr opstaan. Mensen die wel tijdens Fajr opstaan, misschien voor altijd blijven opstaan. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk mensen te raken. Ja. En dat doe ik met een goede intentie. En, Je bent uiteindelijk, dus je hebt elkaar ontmoet. Je hebt uiteindelijk bij Koran mij gaan volgen, nu bij Oustad Ayoub, toch? Ja. Als ik goed heb. Ja. Ja, hoe gaat dat? Ja, Allah mijn werk. Ja? Een hele snelle leerling. En ik zeg niet dat hij hier naast mij zit, maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Sarahatan, yani, Allah mijn werk. Oh, en wat Zakaria net zei over Fajr, et cetera. Dat hij elke Fajr wat plaatst ook. Wat natuurlijk een da'wa is. Ja, ik zeg ook heel vaak tegen hem. Ik zeg, kijk wat je daarmee bereikt. Hè? Ja. Allah mijn werk. Je hebt 400.000 volgers, mashallah. Ja. Dus wat je kan bereiken met zo'n een kleine daad, zeg maar. Kan een imam misschien 10 jaar niet boven de preekstoel bereiken. Het is de realiteit, snap je? Ja. Het is gewoon zo. En als jullie nog weten, de eerste iftar met weer gehad, hadden we het over de personen die zeg maar die een effect hebben op je... Dicht bij Allah brengen. Ja, die dichter bij Allah brengen, scherp wahri. En ik zou nog praten over één persoon die dat is. Want ik zei ook van, het is niet zo dat het maar één persoon kan zijn. Het kunnen meerdere personen zijn. En het maakt niet uit wie je ook bent, het kan je altijd blijven raken, snap je? En een van die personen was Zakaria. Wallah, subhanallah. Ja, wallahi, kijk, als imam zijnde kan ik zeggen dat hij mij ook, subhanallah, elke dag weer motiveert om nog beter mijn best te doen. En wallahi, dat heeft me heel erg geraakt, subhanallah. Dat heeft me ook gemotiveerd, mashallah. En deze broeder is na zijn training, kan hij van alles doen. En hij komt naar de moskee om de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala te memoriseren. Allah, man. Op een gegeven moment denk je van, hey. Deze persoon is beter bezig dan ik zelf. Ja. Waar ben ik mee bezig? Ja. Het is echt zo, subhanallah. En dat motiveert je. En daar ben ik me ook dankbaar voor. Je hoort de zakken, man. Hij is niet de enige. Ik zeg eerlijk, maar ik vind het, Ola, ik heb het ook vaker uitgesproken. Ikzelf. Ik vind het gewoon mooi, algemeen, hoe jij voor jezelf opstelt naar de buitenwereld toe. Vooral op de positie waar je staat. Dat je toch durft te doen. Maar ook dat je gewoon vindt je hart. Je bent oprecht. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Als je oprecht bent. Intentie gewoon goed is. Uiteindelijk kan er weinig misgaan, man, denk ik. Als ik het, Heb jouw teamspelers of de club nooit gezegd, hey Zakka, wat doe je 4 nachten op? Jawel. Ja? Ik heb deze vraag laatst gekregen van een vriend van me, teamgenoot. En die werd wakker en die zei, die werd wakker in de ochtend, die zag 4 uur geleden iets geplaatst. Hij zei tegen mij toen ik op de club kwam van, hey, waarom ben je zo vroeg wakker? Toen heb ik me uitgelegd wat ik doe, het gebed en daarna da'wa doe. En dat vond die persoon echt mooi, man. Sterk, man. En, ja, dus je krijgt wel de vraag. Ik krijg zeker de vraag. Nou, mijn werk, man. Even heel wat anders eigenlijk. Gaan dan komen bij me op. Een interview waarvan je zei van, ik wil een kind gaan adopteren. Heb je al geadopteerd? Of wil je geadopteren? Of hoe is het daarmee? Nee, kijk, ik wil inshallah een stichting gaan opstarten. Oh, daar ben ik nu mee bezig. En dat ga ik inshallah samen met Ayoub doen ook. Die zit er ook in. Zo, dat zei ze. Je hebt nog niks verteld aan ons.
Die zit er ook in. Ik voel me vereerd. Vertel, vertel. Ik kom met een klein kind die... die gekke cadeau heeft gekregen. Allah, Yannick, ik heb er slapeloze nachten van gehad. Ja? En Allah is getuige daarover. Toen Zakaria tegen mij zei... subhanallah, was het iets wat... dat is ook voor mij een verrassing. Zeg. Ja? Ja, okay. Ja. En wil je er wel wat op kwijt over die stichting? Of is het nog een geheim? Ja, of, kijk, ik wou, dus wat je zei over dit kind adopteren. Ik ben, denk ik... Hoe lang geleden is dat? Een jaar geleden? Misschien twee jaar? Anderhalf jaar? Ja, dat was ja ongeveer. Ja. Zoiets, ja. Toen... kijk, ik wou een familie helpen of een kind adopteren. En ik kreeg heel snel te horen. Kijk, je kan geen kind adopteren uit Marokko. Dat gaat bijna niet. Dus wat ik wou doen op een gegeven moment was... vanuit hier een kind financieren in Marokko. Of de familie. Snap je? Maar niet op een manier van geld geven. Maar op een manier van bijvoorbeeld een boerderij of wat dan ook. Dat ze echt gaan werken voor hun geld. Ja, sterk, man. Als je geld geeft, weet je niet wat er... Ja. Snap je? Je wilt echt dat ze gaan werken en met geld leren omgaan. En toen brak corona echt uit. Ik kon daar niet naartoe en het was moeilijk. En ondertussen ben ik wel blijven nadenken van... Oké, ik wil een stichting opstarten, dit, dat. Hoe ga ik dat doen? En uiteindelijk, de stichting die ik inshallah wil gaan opstarten... is een stichting om alle islamitische landen te helpen. Maakt niet uit hoeveel, waar of wat dan ook. Met moskee, waterput, huizen. Het maakt niet uit. Als we maar helpen. Dus op die manier eigenlijk. En waar komt het idee vandaan? Om die stichting te starten? Vanuit mezelf. Gewoon, uit het niets? Uit het niets. En je dacht van, ik ga nu een stichting starten. Maar is er iets wat je hebt gezien opeens, dat je het hebt over ook kind adopteren? Ja, ja, oh ja, of tuurlijk. Misschien een verhaal? Van Ali Bennett. Van toen hij ziek werd en wat hij toen heeft gedaan. Oh ja. En ja. Op dat moment dacht ik van... ik was nog best wel jong toen dat gebeurde. Ja. Toen dacht ik, inshallah, als ik de middelen heb, dan wil ik ook zoiets gaan starten. En dat is voor mij nu prioriteit nummer 1. Ja, ik vind het Alom Mubarak ook een heel goed concept. Als je er even bij stil gaat staan van... Je kan iemand bijvoorbeeld een vis geven, dan heeft hij eten voor een dag. Of je kan diegene leren vissen. Ja, stel je. Precies, dat is veel beter dat is natuurlijk. Ja, ja, spannend. Dat was dus dat van adopteren. Zeker, man. En uiteindelijk, waar ik op terug wil komen, er is een bepaald beeld. Dat is mij even met jou over. Over dat je... dat mensen een beeld hebben over je kan niet succesvol zijn en praktiseren tegelijkertijd. Ja. Toch? Die beeld is best wel erg in deze tijd. Hoe zie jij dat voor je nu? Want je bent nu op een positie dat je echt succes hebt, onder mijn werk, tenminste, hè, je probeert AZ. En tegelijkertijd praktiseer je eigenlijk. Is succesvol zijn, is dat materiaal en weet ik veel, de grootste voetballer zijn en wat dan ook? Of is succesvol mensen helpen? Je klaarmaken voor het hiernamaals. Dus... Wat is voor jou ultieme succesvol... dat ik dingen achterlaat die maar blijven doorlopen qua hasanat. Kom ik terug op Sadagajeria, man. Precies. Sadagajeria deze dag. Dat is voor mij het grootste. Dan ben je het rijkste, denk ik. Ja, man. Heb je er zin in of niet? Je bent... zijn ready. Klaar wakker. Ready om grind season. Klaar, man. Grind season. Je zei, je hebt een oudere broer nog. Ja. En dat is het? Zijn jullie gewoon... En twee zusjes. En twee zusjes, mashallah. Oké. En hebben zij iets zeg maar opgemerkt bij jou? De afgelopen paar maanden? Of je vader of je moeder? Ja, iemand zeker. Binnen de familie? Ja, ja, zeker. Eigenlijk iedereen om me heen. Maar familie dan... alhamdulillah, mijn broer is altijd al een goede moslim geweest. Gewoon praktiseren. Ja, praktiseren. Alleen door hoe ik me nu gedraag en wat ik doe, merk ik aan hem, alhamdulillah, dat hij nog verder erin gaat. En ja. Eigenlijk iedereen om me heen merk ik het. Mijn vader was natuurlijk altijd al praktiserend, maar alhamdulillah, misschien nog wel meer. Mijn moeder... Mijn zusje zien het natuurlijk ook, mijn oma zelfs. Dus alhamdulillah, ik zie alleen maar goede dingen in de familie. En buiten de familie zie je natuurlijk ook mensen die het niks vinden. Ja, ja. Uiteindelijk, ik ga even een klein stukje nog terug eigenlijk, wat het verhaal bij me opkomt. Dat is de situatie van jullie twee eigenlijk. Dus uiteindelijk zijn jullie bij elkaar gekomen. En sindsdien... Motiveer jullie elkaar, of niet? Als zo. Zeker. Ja, ik moet verder naar. Hij moet verder naar. Hij moet verder naar. Alhamdulillah. Ik heb echt gemerkt, wallahi, ik ken hem
Ik ken Zakaria misschien een maandje. Maar het voelt als jaren, subhanallah. Subhanallah. Echt. Dus, alhamdulillah. Hebben jullie ook al samen andere doelen, los van de stichting? Dus je denkt van, een hele grote doel. Ja? Maar die blijft voor ons, inshallah. Inshallah. Totdat hij naar buiten komt. Ja, inshallah. Inshallah. Ben je wel eens bij hem een wedstrijd geweest, of bij training? Zeker, ja? Zeker. Een wedstrijd. Was ook een Europese wedstrijd. Ja, was hier in AZ. Kreeg een uitnodiging van Zakaria, mogen we hem belonen. Amen. En het was echt druk. En ik ben echt jaren... Mijn laatste wedstrijd in het stadion was in 2005. Was als hooligan of als sporter? Nee, als sporter. Hij was WK onder 20. Ja. Voor landen. En toen was Marokko ook Jij bent echt een diehard Marokko fan, of niet? Of, tuurlijk. Is gewoon bij alles... Ja, je schreeuwt alles. Ga niet gaan. Sorry, ik ben imam, maar... Als Marokko speelt, dan ga ik voor Marokko zeker. En Real Madrid. Dus ik ging die kant op. Was met Ahmed was het. En het was sowieso wel... het was heel druk. En het was echt mooi om te zien, weet, de stadion zijn gigantisch, weet toch? Ik was echt lang niet geweest. Maar wij mochten gewoon gelijk naar die AZ fanshop gaan. En dan kregen we tickets. Je moest gewoon zeggen, ik kom via Zakaria. Ik moest een naam geven, Ayoub Zakaria. En dan kreeg je gewoon tickets en kon je gelijk naar binnen. Je hoefde niet te wachten, wachtrij. Nee? Nee. Oh, dat was het dan. Ik vermoed wel. Dus we gingen gelijk naar binnen, dus we kregen de tickets. En toen we hoefden niet meer naar beneden, want je moet naar beneden gaan normaal gesproken. En dan moest je via beneden naar het stadion ingaan. Ja. Maar wij konden gelijk van, als het fanshop werden we meegenomen, gelijk naar gewoon in het stadion. En je had tribune en was een plek die echt voor VIP is. Daar zitten echt... echt goed. ik weet niet. Daar hoorde hij niet te zitten. Het was echt ook naast, die computers, die laptops, die kijken, lijf als dat. En die stoelen waren ook echt weer toch bioscoopstoelen, echt die 4K, weet je. Ik ging gewoon, ik vroeg iemand van waar moet ik gaan zitten? Hij zei, ja, ga maar zitten, ik weet niet. Ja. Ik zei, oké, is goed, ging wel op stoelen zitten. En het was echt precies, subhanallah, was echt geweldig, je zag alles. En we zaten ook precies boven Zakaria, zeg maar. Dus we zagen Zakaria daar ook op het veld, subhanallah. En ik weet niet waarom, ik ben totaal geen... AZ-fan. Nu natuurlijk wel, want ik ken je dat. Maar ik was een gekke AZ-hooligan. ik besefte het niet, maar ik was echt aan het juichen en zo. En ik kende niemand van die spelers. Ik kende alleen Zakaria en natuurlijk Martins Indy, want hij heeft WK meegespeeld in Nederland. Maar voor de rest, en Klaasie ook. Maar voor de rest kende ik niemand. Dus wat deed ik? Ik ging op de livescore kijken. Ging ik die opstelling checken. Zag al die voornamen, toch? Ja. En als die spelers die bal hadden, ging die voornamen zo, roepen. Weet toch, als we ze goed kenden. Kom, Danny, weet je. Dus al die Nederlanders ook die aanwezig waren, waren allemaal Nederlanders. We waren de enige Marokkanen die echt zaten op die gekke tribune. Was een plek waar alleen maar VIP mensen zaten, snap je? En die keek me ook echt even bedankt dat je zo goed support. Ik zei, ja, tuurlijk. Al jaren AZ. Ja, subhanallah. En toen stond Zakaria op een gegeven moment op. Het was rust. En ik riep van Zakaria ook van... Hey, Zakaria. En hij zag ons ook, subhanallah. Het was helemaal feest. Gezwaaien, alles. En toen kwam hij er later in de wedstrijd in, subhanallah. Een goede wedstrijd gezet, allemaal werk. Bijna een assist. Working with gasten, die maakte hem niet af. Zelf bijna gescoord, allemaal werk. Dat was een mooie wedstrijd, mashallah. Alleen Zakaria heeft niet gescoord. Ik zei het gisteren subhanallah tegen Zakaria. Ik zei, kijk, tijdens de Tarawih. Als je bidt gisteren bijvoorbeeld, maakte ik een fout tijdens de Tarawih. Heb je? En dat voelt echt niet lekker. Je vindt het gewoon jammer. Je bent teleurgesteld in jezelf dat je een fout maakt, snap je? En ik kan ook begrijpen, daarom zeg ik tegen Zakaria van, het is volgens mij hetzelfde als een voetballer die bijvoorbeeld niet scoort. Ja. En dan helemaal als er mensen zijn die je geliefd hebt en zo, denk je van, nee, als eigenlijk niet voor hun die fout maken, weet je toch? Dus ik zei, daarna had ik Zakaria dus een appje gestuurd. We waren onderweg naar huis. Ik heb nog heel even snel gezien na de wedstrijd. En toen gingen we weg. Het was best wel laat.
En ik stuurde een berichtje van, even een beetje motivatie van, Ger, inshallah, volgende keer ga je wel scoren. Je weet toch, ik probeerde hem zijn met te motiveren, ja, snap je? En toen stuurde Zakaria mij een berichtje en hij zei tegen mij, hij zei, Eyyub, hij zei, wanneer ik Allah heb, of wanneer je Allah subhanahu wa ta'ala aan je zijde hebt, dan kan niemand je breken. Wallah. En dan kan niets jou breken. Dat zei ze, man. Heb je, man? En wallahi, toen hij dat tegen mij zei, dacht ik, wallah, waar ben ik mee bezig? Wat doe ik? Zijn we motiveren? Waar ben ik mee bezig? Hij heeft al begrepen, hij heeft mij uit te leggen. Subhanallah, snap je? En op dat moment... Wat ging er doorheen toen hij die antwoord gaf? Ja, wallah, het was... Het was letterlijk een hamer. Hamertje met altijd laatste story, het was een hamertje, subhanallah. Het was donderdag, toch, Zakaria? Donderdag, ja. Donderdag. En de volgende dag was het natuurlijk Jumu'ah. En wallahi, broeders, ik werd met Fajr wakker. En ik had nog steeds niet echt een onderwerp om over te praten. Dat is ook wel het gekke stress van een imam. Ja, dat is zo, ja. Je, soms weet je gewoon niet waar je het over moet hebben, snap je? Het is echt moeilijk om onderwerpen te vinden. Kijk, je hebt gewoon basisonderwerpen, snap je? Ja. Maar om de jongeren bijvoorbeeld te raken, et cetera, is het soms best wel even goed nadenken waar je het over moet hebben. Ja. En opeens kwam die ene zin van Zakaria in mijn hoofd. Die hij tegen mij zei, subhanallah. En heb ik daar een preek over gegeven. En toen zei ik ook tegen hem, toen zei ik ook tijdens de preek van... ik ben de broeder dankbaar die mij aan deze aan dit onderwerp heeft laten denken, subhanallah. Dus kijk, wat ik hiervan heb geleerd, zeg maar. De lering die we hieruit kunnen trekken is... Het maakt niet uit wie je bent. Nogmaals, je hoeft geen imam te zijn om da'wah te geven. Je hoeft geen student van kennis te zijn om da'wah te geven. Sterker nog, jij kan da'wah geven aan een imam. Of aan een student van kennis. Jij kan hem ook raken. Jij kan hem ook dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengen. Snap je? Het maakt niet uit wie je bent. Snap je? Het hoeft niet zo te zijn dat je kennis nodig hebt om da'wah te geven. Om iemand, als je alleen al het gebed bijvoorbeeld verricht. Of even aan je niet-moslim vriend laten weten van... Hey broer, even 5 minuutjes. Ik ga even bidden en dan kom ik zo terug. Alleen dit al kan zoveel met een persoon doen. Snap je? En dit is natuurlijk dus een reminder voor ons allemaal. Laat zien dat je moslim bent. Wees er trots op. Wees een trotse moslim. Snap je? Want wallahi, kijk, uiteindelijk is hetgeen wat met jou blijft, ook na je dood, is je islam. Snap je? En wat voor invloed heeft het gehad op de mensen om je heen? Dus schaam je niet voor je islam. Wees gewoon aan het kijken, subhanallah. Ik bedoel, Zakaria is mashallah, yani, zoals wij de 4 ton aan volgers, een bekende voetballer. Dan is het best wel moeilijk om te laten zien van, hey, ik ben daarnaast ook gewoon een trotse moslim, subhanallah. Maar de broeder doet het gewoon en kijkt wat het allemaal met zich meebrengt, alhamdulillah. Snap je? En het heeft, zonder twijfel, heeft het ook baat bij zijn dunya, niet eens zijn akhira. Snap je? Laat akhira staan. Alleen al zijn dunya ziet er veel beter uit door de dien die hij volgt en door de dien die hij ook laat zien, alhamdulillah. Ik was laatst, denk een maand of 2 geleden, was ik naar de bioscoop gegaan met 2 vrienden van mij. En die film duurde lang. Dus ik zou volgens mij morgen op gebed missen. En Asha zou al ingaan. Dus ik zat in die film. En het irriteerde mij. Want ik wou hem niet, zeg maar, laten ingaan. Snap je? Dacht ik, wat ga ik doen? Ik zei tegen ze, hey, wacht, ik kom zo terug. Zei ze, wat ga je doen? Ik zei, ik ga even bidden hier, man. Wat dacht ik? Ik ging even op de gang bidden, weet je wel, in de bioscoop. Maar weet, iedereen komt naar binnen steeds. Oh, ja, ja. Die denken zo, wat is dit voor terrorist? Nee, om aan te geven van, alhamdulillah, ik denk dat heel veel mensen hebben van, hey, kan ik nu voor bidden of niet? Maar als je die stap gewoon zet, gewoon trots bent van, hey. 100%. Snap je? Je moet gewoon bidden. Het is de waarheid. En vaak, als verhalen, wat ik wil merken, is dan vaak bij bekende mensen hebben de meeste moeite mee. Zeker. Weet je, want waarom? Ze denken, ik luister muziek, maar als ik nu muziek luister, ja, dan als ik nu aan de mensen laat zien het bid, dan heb ik kriet. Ze hebben een bepaald scenario in hun hoofd, wat mensen over hun denken. Ja. En dat houdt de vaak hun ook tegen om bijvoorbeeld het gebed niet meer te vechten. Weet je? Maar wat dus ook aangeeft dat ze alles voor de mensen doen. Nee. Als je daarmee rekening houdt, dan laat het ook zien dat jij alleen maar bezig bent met de mensen. Uiteindelijk, ik zeg het altijd, maar uiteindelijk ga je het leven verlaten. En wallahi, niemand van die mensen zal je denken. Uiteindelijk lig je daar. Alleen hetgeen wat je hebt. Ja, dan lig je daar. Het was een ene daad die je niet had verricht voor die mensen. Ja.
100%. Hm. En waar ik misschien even nu voordat we de iftar ingaan zo meteen, inshallah, wil afsluiten met zijn laatste woorden die hij had verteld had. Ja. Volgens mij heb je daar ook een specifieke ayah of hadith over, toch? Over een stukje van wat je net zei over dat... Ja, dus als je Allah subhanahu wa ta'ala aan je zijde hebt, precies, dat niemand je kan breken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Terwijl degene die op Allah subhanahu wa ta'ala vertrouwt en weet dat Allah subhanahu wa ta'ala alles is en dat jij afhankelijk bent van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij onafhankelijk is, dan is dat genoeg voor een moslim. Dat volstaat al als voldoening, zeg maar. Dat een persoon weet dat Allah subhanahu wa ta'ala alles voor hem is en dat hij alles of alle vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala moet zetten en dat het daarna goed gaat komen. Als je dat hebt bereikt als moslim zijnde, dan ben je binnen. Alhamdulillah, dat gaat voor even nog horen eigenlijk. Yes mensen, we gaan zo even de iftar in. En na de iftar gaan we inshallah verder met de podcast game. We gaan onze Zakaria en onze Ayoub leuke vragen stellen. En ik ga je vertellen, er zit één hele leuke vraag dus. Tot zo meteen. Lion. Yes mensen, we hebben net de iftar gehad en ja, zoals jullie wat beloofd had, we gaan de game spelen. Ik heb een paar hele leuke vragen voor deze mensen. Ben je ready of niet? Ga de kaart uitdelen. Nog niet gelijk omdraaien. Begrijp je wat is kaartje Allah? Ja man, we gaan even zo meteen... Nu komt het allemaal mensen. Huh? Laten we inshallah beginnen. Begin maar gelijk, bismillah. Zelfs dan begin ik gelijk met... En iedereen mag het antwoorden. Oké, welke gedachte helpt jou om moeilijke tijden te doorstaan? Toevallig laatst ben ik ontslagen met werk. En toen al gelijk al besefte ik... Ik ben zeg maar gebeld zo van, we gaan niet meer verder. Blijf maar thuis. En toen... Ik had geen emotie, dat was niet ook voor me verdrietig. Ik ben in stress of zo. Je was ijskoud. Ja, ik, in mijn hoofd was het al zo van, ja, Kadr Allah, zeg maar, weet je. Wat, ik had ook dood kunnen gaan, zeg maar. Dit was sowieso niet voor mij beloofd, zeg maar, dat dit zo blijft. En ook daarna dacht ik, oh, ik zag juist gelijk zegeningen erin. Betreft, dat was 2 weken geleden. Ik dacht, oh, het is net voor de Ramadan. Dus ik ben de hele Ramadan gewoon vrij. Dus omdat ik vrij hoef te vragen, zeg maar, ik ben nu gewoon... Vrij, ik kan mijn tijd besteden aan nuttige dingen in plaats van werk, zeg maar. Dus ja, subhanallah. Dat vind ik heel mooi juist. Iemand anders nog? Voor mijzelf eigenlijk ook, Hashem, man. Ja? Qadr Allah. Ik heb ook laatst meegemaakt dat ik niet bij Marokkaanse elftal zat. Mm-hmm. En in die tussentijd zijn er echt veel mooie dingen gebeurd. En dingen heb kunnen oplossen. Dus, Sterk, man. Je hebt daar volgens mij een eier voor, toch? Fa'inna ma'al usri yusra. En Allah subhanahu wa ta'ala dacht 2 keer in dezelfde sura. Inna ma'al usri yusra. Dus met tegenspoed komt voorspoed. Altijd. En dat helpt subhanallah een moslim om de moeilijke tijden te doorstaan. Alhamdulillah. We weten dat het goed komt. En daar stopt het vaak subhanallah bij heel veel mensen. Ik had misschien 2 jaar geleden een video gezien van een man. Hij leek echt op een zakenman, zeg maar. Was op een treinstation. Hij had een koffertje, een pak aan. Hij was aan het bellen, was heel boos. Hij had aan het schreeuwen, et cetera. Hij gooide met zijn koffer alles. En volgens mij was hij ontslagen of had hij echt problemen met zijn werk of zo. Hij gooit opeens alles weg. En hij springt voor een trein, subhanallah. Oh, dat is schande. Ja, en dat was dus een zelfmoord die hij had gepleegd op dat moment. Wat ik hiermee wil zeggen is, kijk, subhanallah, de ongelovigen, de niet-moslims. Die zien, kijk, weet je wat het is? Als de dunya jouw leven is... Ja. Dan is het heel moeilijk om te gaan met tegenspoed. Met moeilijke tijden. Want je ziet het goede er niet in. Want het is jouw leven en dat gaat op dat moment kapot. En dan is je leven ook kapot, snap je? Wij als moslims niet. Zien de dunya zaken, het kan moeilijk zijn. Maar je denkt van het komt goed. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het gedaan voor een reden. Precies. Er is sowieso een wijsheid achter elke ramp die ik meemaak, zeg maar. En dat maakt een moslim en houdt een moslim ook sterk, alhamdulillah.
Wat is het belangrijkste dat jij jouw kinderen meegeeft of wilt meegeven? Ja, begin maar, man. Ja, sowieso ook kennis van islam. Voor mij, ik vind nu zeg maar heel erg belangrijk voor mezelf van, om zelf kennis op te doen. En dan vooral die kennis door te kunnen geven aan je kinderen. Ik denk dat dat ja, de meeste prioriteit zeg maar heeft. Voor mij, ik zal vaak terugkijken naar hoe mijn ouders me hebben opgevoed. En vooral ook met dien, islam. En dat zal vaak terugkomen bij mijn kinderen, inshallah. Oh man. Als we het toch over opvoeding hebben, subhanallah, opvoeding is wel echt een topic wat onderschat wordt, denk ik, hè, Joep? Ik denk dat wel, daar begint alles mee, denk ik. Ja, ik zie zeker heel erg knikken, ja. Ja? Ik denk dat opvoeding echt het belangrijkste is, denk ik. Ik merk bij mezelf, op een gegeven moment stond ik ook op het punt, wat ga ik nu doen? En door de opvoeding die ik heb gekregen, ben ik toch begonnen met praktiseren. En ik zie om me heen ook heel veel dat dat niet gebeurt. En dan probeer je te kijken naar wat voor oefening heeft diegene gehad. En dan zie je echt iets anders, snap je? Dus ik denk, en ik wil meegeven aan alle jongeren of ouderen, dat opvoeding echt belangrijk is. En als we hebben over opvoeding, heb je dan over de islamitische opvoeding van het echt islam als basis moeten meekrijgen? Ik denk, kijk, als je als ouder zijnde zelf niet eens op een strenge manier laat zien, het gebed verricht 5 keer per dag, ja, bezig bent met de Koran, naar de moskee gaat. Ik denk dat je kinderen dat vanzelf zien, op een gegeven moment mee gaan pikken. En in het begin, ik bedoel, ik had in het begin ook, ik had soms nooit geen zin in een les of in de Koran of wat dan ook. Maar op een gegeven moment als je wat ouder wordt en je staat erbij stil, dan zou je uiteindelijk toch terugkeren. Ik denk, even om aan te vullen ook, uiteindelijk als ouder zijnde ben je ook een rolmodel voor je kind. Zeker. Weet je, wat je in deze tijd ook vooral ziet, is dat ouders hun kinderen op een Koranschool of iets droppen. En jalla, ik hoef niet te bidden, lees geen Koran, als mijn kind maar een Koran krijgt. Terwijl je eigenlijk als ouder zijnde verantwoordelijk bent voor jouw kind. En daarnaast ook een rolmodel bent, jalla. Weet je, je wilt je kind wat pushen. Om te gaan bidden, maar zelf doe je niet bidden, snap je? Het is omgekeerd. Dus, Nu je dit zegt, subhanallah, kijk, ik denk hoe jij je kind opvoedt, dat is de manier hoe het kind zijn toekomst gaat zien. Ja, goed gesproken. Heb je? Uiteindelijk. Ja. Dat gaat ook effect hebben op zijn toekomst. Ja. En ook op de manier hoe hij denkt over zijn toekomst. Zeg, ja. Ja, ik weet je, de kind. Je hebt mensen die ervan dromen om straks bijvoorbeeld met hun kind uit te kunnen gaan. Met hun kinderen bijvoorbeeld TikToks kunnen maken, snap je? Ja. En je hebt natuurlijk ook weer mensen die denken van nee, in de toekomst wil ik met mijn kinderen naar de moskee toe gaan. Of wil ik thuis komen terwijl mijn kind de Koran aan het reciteren is, ja. Snap je? En dat heeft allemaal te maken ook uiteindelijk met de opvoeding van de ouders zelf. Samir, ja? Gooi je kaart open, man. Hoe wil jij herinnerd worden als persoon? Oh. Ja, begin maar, man. Wie wil beginnen? Niemand? Zal ik beginnen? Ja, man. Als persoon zijnde, als een gul persoon. En ik wil iets, ja, als persoon. Als een gul persoon, een persoon die gewoon voor veel mensen wat betekend heeft in deze dunya. Dus uiteindelijk mij zo meteen ook gaan herdenken wat ik in de graf lig, inshallah. En dat zou ik deel af van mij kunnen verrechten. Ja, ik denk gewoon als een goed persoon, gul persoon, die veel sadaqa heeft gegeven, veel dingen heeft achtergelaten. Ik denk dat een beetje, man. Ik denk dat het bij mij... Volgende. Ja, wat je zegt, zeg maar, gul persoon en zo. En ik hoop ook vooral dat ik dat zeg maar, in daden zeg maar, dan zou kunnen achterlaten. Bijvoorbeeld, ja. Wat net over stichtingen opzetten, precies. Dat soort dingen. Dat zou zeg maar, het mooiste zijn, zeg maar, niet per se dat... Mensen mij herinneren, ik, maar dat bijvoorbeeld die stichting wordt herinnerd. Van, oh, ja. Het is een grote stichting. Of ja, die stichting doet deze dingen. En dat ik daar inshallah hasanat bijvoorbeeld zou verdienen in mijn graf. Dus dat denk ik het mooiste zijn om op die manier van herinnerd te worden. Zeg maar. Ik heb 2 dingen, denk ik. Als ik kijk naar stichting bijvoorbeeld, wat Ali Binet bij mij heeft gedaan. Dat mensen het ook gaan doen door mij. Oh, sterk. En
in de sportwereld dat meer moslims vooruit komen, zeg maar. En het laat zien dat... Sterk. Dat ze moslims zijn. En niet verstoppen, zeg maar, achter... identiteit. Ja. Sterk, man. Mooie dingen, hoor. Ja, Sammy, heb je nog wat te vertellen? Nee, ik heb niet echt iets aan toe te voegen. Ik denk... hoe wil je herinnerd worden als persoon? Ik wil persoonlijk zelf niet zeggen, maar dat ik mensen aanspoor van hey, herinner mij of iets dergelijks. Maar ja, dat gewoon mensen, weet je, voor mij is het al voldoende als ik een kind heb later, inshallah, en dat hij dan dua voor mij doet. Of een sadaqa doet. Of als ik geen hajj ben geweest, hij zegt, weet je wat, ik ga hajj voor hem. Dat is voldoende. Jij, Sted? Ik denk als een persoon die zichzelf nooit op nummer 1 had staan. Die komt altijd hard, hè? Heb je ook nagedacht? Hij had het langst. Hij komt hard. Oké, het meest nadenken. Hij heeft dat gezegd, alles weggestript. Dat is het enige wat over is. Ja. Dat is denk ik wel iets wat we streven er allemaal naar. Dus we proberen ons best te doen, ook voor de anderen. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En inshallah zal dat inshallah ta'ala in worden overblijven bij Nila. Zullen wij de hasanat van kunnen krijgen bij iedereen als een graf? Inshallah. We hebben nog 1 kaart over, hè, jongens. Wacht. We hebben nog 1 kaart over, jongens. En ik ga jullie niet alvast vertellen, hè, dat het een hele leuke kaart is. Bismillah. En je mag gelijk beginnen met antwoorden, broeder. Vertel het eens, jongen. Wat is voor jou de ideale huwelijkspartner? Eentje die bang is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. Een vrouw, een moslima die bang is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is denk ik voor mij de perfecte vrouw. Allah, sterk, man. Ik denk dat ik wel aanvul. Kom op, man. Gewoon met takwa. Dat zit, man. Ik weet, jullie willen allemaal van die dingen horen, jongens, maar we houden gewoon bij takwa. Ze willen typen. Ja, ze willen allemaal typen, dit en dat. Hè? Dat moet eruit zijn. Nee, dat doen we wel. Gewoon takwa, meer niet, inshallah. Dus dat een beetje, man. Maar ik denk dat voor iedereen hier wel geldt, toch? Of wil iemand wat anders zien? mijn vrouw. Ik is voor de meeste, bij de deur, broeder. Nou ja, boys, wallah. Alhamdulillah. Ik vond het gezellig, wallah. Ik vond het heel leuk, een meeting met jullie. Of ja, een iftar. Iftar met Ayoub, Saka, Samir. En ik zelf natuurlijk. Nee, alhamdulillah. Dat ik hier aan mocht zijn. Voor mijn eer. Voor ons, mijn broeder. Voor ons, alhamdulillah. En nogmaals, wallah. Ga zo door met waar je bezig bent. Oprecht. Jij hebt mijn hart veroverd, wallah. Ik blijf het zeggen, alhamdulillah, op een positieve manier. Ik ben ook kort bij de skybox. Nee, ik wil het eerlijk, alhamdulillah, ik ben op een positieve manier jaloers. Wallah. Wat je net zei, de stappen die gezet zijn, algemeen, op de positie waar je staat. En dan, weet je, ik zie wat jij hebt eigenlijk. Je hebt eigenlijk alles aan. En daarnaast, je houdt je focus op dienst, snap je? Dat terwijl je eigenlijk de deuren van fitness dan open. Laten we eerlijk zijn. Weet je, of het nou materialisme is, of het nou dames zijn, of het nou andere dingen zijn. Je hebt alles als aanlaan, maar toch ben je nederig en toch kies je voor dien. Ik denk dat een van de... ik heb daar les over gehad, volgens mij iets met beproeving. Is ook gewoon, ja, het is een gunst, maar kan ook lekker een beproeving zijn voor ons om alles te hebben. Ik heb als laatste woordje gewoon dat ik... ik denk dat als ik in jouw schoenen zou staan, dat ik het echt heel erg moeilijk zou vinden. Kom. Om zeg maar met 4 ton volgers op Instagram en... zeg maar, je bent een spits, je scoort, je wordt opgeroepen, zeg maar, om voor je land te gaan spelen. Dat brengt gewoon heel veel soort van populariteit met zich mee. Je ziet opeens je account van 25.000 volgers naar 400.000 volgers gaan. De ene persoon kan er mee omgaan. Ja. Bijvoorbeeld, Zakaria kan er heel goed mee omgaan. Dat heeft echt te maken met opvoeding, man. Ja. Ik ben slecht opgevoed. Nee, ik bedoel meer, als jij in die situatie zou komen, dan zou je waarschijnlijk ook met de situatie om kunnen gaan. Ja, sterk. Omdat opvoeding is echt belangrijk, man. Mashallah. Opvoeding komt wel bij jou echt veel van naar voren. Ik denk dat we eigenlijk met jou deel 2 podcast moeten opnemen over opvoeding. Dan kan je ook jouw ervaring delen met ons, inshallah. Inshallah, waarom niet? Ik wil nog zeggen, ja,
is gewoon heel tof om te zien, zeg maar. Ik kan geen andere voetballers die dat op deze manier, zeg maar, zo breed doen. Bijvoorbeeld, voor mij was altijd, bijvoorbeeld Özil, die kwam er ook, zeg maar, bijvoorbeeld uit. Hij is moslim, hij doet dingen. Maar ik heb nog nooit zo, hoe jouw story, zeg maar, eruit is op Instagram, heb ik nog nooit, zeg maar, bij een voetballer gezien. Het is gewoon mooi. En ik hoop ook dat het voor andere voetballers ook, of niet per se voetbal, maar gewoon bekende Nederland, bekende... Ja, het is echt alsof een islamitische pagina het deelt, hè? Ja, en zo, dat is gewoon mooi om te zien, zeg maar. Mogen Allah onze broeder Zakaria en ons alles handvestig maken. Amin. We gaan inshallah afsluiten. Beste broeders en zusters, barakallah fiek voor het kijken. Ik bedank jullie allemaal. Vergeet niet te liken, te abonneren en daarnaast... Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.